We hebben voor de Game Dev Miner hebben we ons eigen spel gemaakt, Up Up and Away. En daaruit hebben we een soort van Mario Kart gemaakt met ballonnen die tegen elkaar racen. We hebben hier 5,5 maand aan gewerkt. Nu is onze expo en we mogen het vertonen wat we hebben gedaan. Wat wij proberen te bereiken is om je weer met z'n tweeën naast elkaar te laten zitten. We hopen daarmee om een beetje een sociale cohesie te vergroten. Wij hebben dit semester gewerkt aan een app die het leven met een stoma makkelijker moet maken voor mensen die een stoma hebben. Je kan in de app een logboek bijhouden. Dus de app die voorspelt vervolgens wanneer je dus je stoma moet legen, zodat je dat dus eigenlijk niet meer zelf te onthouden en het dus hopelijk niet meer kan vergeten. We hopen dan toch dat het met deze app makkelijker wordt voor die mensen. Ja, voornamelijk dat het taboe er eigenlijk een beetje van afvalt, zodat het gewoon een begrip, een algemeen bekend begrip is en mensen er gewoon over durven te praten. We zijn Sweetstorm Studios, een game die jouw leven eigenlijk veel beter maakt en veel zoeter maakt dan het is met games. De game Glazer Descent gaat over Gizmo. Gizmo is onze mascotte, onze robot die jij als speler bestuurt. En het is de bedoeling dat jij uiteindelijk een begeleid van A naar B door levels heen. En zo snel mogelijk tijd probeert neer te zetten door een boost te pakken. Wij zijn de Noodegel. Wij maken een app tegen straatintimidatie. Sinds 2 op de 3 vrouwen en 1 op de 3 mannen last hebben van seksuele straatintimidatie. En als er hulp wordt gevraagd via 112 of politie, is de hulp er nooit op tijd. Het is natuurlijk een sociaal ook best wel een groot probleem. En het voelt dan fijn dat je een soort van door school een beetje daar wat meer over nadenkt. Noodegel! Wij zijn van Foodboost. Wij hebben dit project gemaakt om middelbare scholieren meer enthousiast te maken over gezond eten en beweging. Daarvoor hebben wij 5 minigames uitgewerkt, waarvan wij er 2 helemaal gerealiseerd hebben. Hier heb ik daar 1 van, dat is namelijk Foodbusters. Dat is een spel gemaakt om leerlingen meer enthousiast te maken en om eten sneller te herkennen door op gezonde eten te schieten. Het doel is dat dit spel uiteindelijk uitgevoerd wordt op middelbare scholen. En wij hopen daardoor een positieve impact te kunnen hebben op de toekomst van de jongeren die dit spel spelen.